Ja, goedemiddag allemaal. En fijn dat jullie de wind en de regen hebben getrotseerd en in deze zaal zijn beland. En ook een hartelijk welkom, moet ik even kijken, daar is de camera, voor de mensen die via de livestream kijken. Want dat is gelukkig ook nog een mogelijkheid. Dus ook een hartelijk welkom voor jullie. Jullie zitten in de zaal en daarmee hebben jullie toch een klein voordeeltje op de mensen die via de livestream kijken. Want jullie kunnen vragen stellen. En die vragen kunnen jullie na afloop stellen. Maar ik heb ook een voordeel, want ik kan jullie wat vragen stellen. Dat ga ik zo doen. Maar eerst eventjes, wie ben ik? Ik ben Desiree Hoving en ik ben wetenschapsjournalist. En in die hoedanigheid ben ik vanavond jullie moderator. En wij gaan het hebben over grote denkers. Dus wie zijn de grote denkers die wetenschappelijke inzichten hadden, die heel grote invloed hadden, maar nog steeds hebben? En eigenlijk bevragen we dat ook, wat voor invloed hebben ze nu nog op deze tijd? En hoe relevant is hun gedachtegoed op de dag van vandaag? En in die reeks grote denkers heeft SPUI 25 een aantal wetenschappers uitgenodigd van de faculteit maatschappij en gedrag moet ik zeggen, om één grote denker centraal te stellen. En vanavond is dat Sigmund Freud. Dat is onze grote psycholoog waar we vanavond van alles over zullen gaan horen. En hartelijk welkom voor mensen die nog binnenkomen. Zoek lekker een plekje. Ik ben even benieuwd. Jullie zijn op deze avond afgekomen om een bepaalde reden. En daar ben ik een beetje benieuwd naar. Laat ik eerst eens even vragen, als je aan Sigmund Freud denkt, wat associeer je dan met die beste man? Wat voor gedachtegoed? En roep maar een woord. Seks die onderdrukt is, waardoor de krachten in het onbewustzijn zijn die bewust zouden moeten zijn. En die wil hij weer bewust maken, zoiets. Kijk. Nou, een hele mooie volzin had ik niet verwacht. Maar dat is inderdaad een mooie associatie. Dank. Je mag ook gewoon één woord roepen, hoor, van mij, achter in de zaal. Psychoanalyse, kijk. Daar hoor ik meer mensen zeggen. Zijn er nog meer woorden? Nabokov. Die belachelijk maakte. Oh, dat is ook een interessante invalshoek. Nabokov, hoor ik hier. Zijn er nog meer associaties met Freud? Seks, psychoanalyse, Nabokov. Waar denk je nog meer aan? De doodsdrift. De doodsdrift? Oké. En jij? Penisnijd. Kijk, ook een goed woord. Nog meer van die goede woorden. Sorry, twee tegelijk. Onderbewustzijn. Ja, heel duidelijk. Had u dat ook? Veelleistung. Wat is ook weer de Nederlandse vertaling daarvan? Veelleistung. Of kunt u het omschrijven? Ik weet het. Met opzet iets doen. Met opzet iets doen. Bewuste stommiteit. Kijk. Zegt de ander. Of een onbewuste stommiteit. Ja. Of een onbewuste stommiteit. Nou, prachtig. Kijk, daar had ik nog niet aan gedacht. Hebben we zo een beetje te pakken waar Freud, waar denkt u aan als u aan Freud denkt? Niks. Aan niks. Dat mag ook. Ja. Driften, hebben we die al gehoord? Driften. En hysterie? Ook, hè? Ja, daar dacht ik dan aan. Is er iemand in de zaal eigenlijk die net als Freud een psychoanalyticus is? Zijn die geweest? Kijk, wat mooi. En u steekt voorzichtig ook uw hand op. Ja, mooi. Nou, dan hebben jullie vast na afloop weer andere vragen, vermoed ik zo. Freud heeft ook altijd veel discussie opgeroepen, hè? Vooral als het over vrouwen ging en feminisme. Wie denkt dat Freud feministisch was? Er zijn geen goede of foute antwoorden, hè? Want dit is discutabel. Dus ja, je
Als je denkt, is er iemand die dat denkt? Hij was wel vooruitstrevend in ieder geval. Het was niet iemand die ineens een duidelijk beeld van de vrouw had. Ideologie over de vrouw. Hij was vooruitstrevend, zeg je. Oké, hij was vooruitstrevend. Maar als je dan, zou je als feminist dan iets hebben aan die psychoanalyse? Zou je er iets aan kunnen als je ja? Jullie twijfelen. Zegt niet iemand ja? Nee, hè? Ja? Ja, dus als je een patriarchale samenleving analyseert, dan voegt Freud iets toe aan je analyse daarvan, zeg je eigenlijk. Ja, oké. Goed. Wij gaan daar vanavond ongetwijfeld meer over horen, want degene die Freud heeft uitgekozen als grote denker, is decaan van de faculteit Maatschappij en Gedrag en ze is tevens hoogleraar emoties en affectieve processen, zeg ik dat zo goed? En haar onderzoek richt zich op een heel breed palet van negatieve emoties, waaronder angst, haat, minachting, maar ook empathie. En ze bestudeert zowel microprocessen, zoals gelaatsexpressies, en bredere maatschappelijke verschijnselen, zoals collectieve haat of de emotionele determinanten van populisme. Kijk, mooie volzinnen die ik niet uit mijn hoofd weet. Mag ik van jullie een hartelijk welkom voor Agneta Fischer. Tada! Ja. Ja, en terwijl Agneta het podium opkomt, vertel ik jullie dat Agneta ons 40 minuten ongeveer gaat vertellen over haar fascinatie voor Freud. Ik vroeg haar net waarom Freud nou? Dat is de denker waar ik al het meeste van weet. Ze heeft er zelfs een boekje over geschreven. Daarna is er dus gelegenheid om vragen te stellen door jullie. En daarna is er zelfs een borrel, heb ik mij laten vertellen. Dus het wordt heel gezellig hier. Maar heel veel luisterplezier de komende 40 minuten. Succes, Agneta. Ja, dankjewel. Ik ben nog nooit zo op zo'n manier onthaald als nu. En ik heb ook begrepen dat jullie allemaal best wel veel... Ik hoor ook al best veel kennis over de psychoanalyse hier in de zaal. Dus ik hoop van harte dat ik iets toe kan voegen vanavond. Maar ik ga het proberen. We hadden het er net al even over. Hè? Wie kent Freud niet? Wie kent de psychoanalyse niet? Al de termen die net al even genoemd zijn, die komen hier ook weer naar voren. Dit is de werkkamer van Freud. Waar de divan staat waarop hij menig psychoanalytische therapie heeft gedaan. En zijn psychoanalytische therapie is natuurlijk slechts één klein onderdeel van het hele oeuvre dat hij heeft geproduceerd. Hij heeft ontzettend veel geschreven over het onbewuste, over het Oedipuscomplex, over droomduiding, verleiding, seksuele energie. Nou, noem het allemaal maar op. We hadden het net over veel lies toen, versprekingen zou ik zeggen. Nou, dat is een specifieke vertaling daarvoor. Maar het hele leven, je zou kunnen zeggen na de Tweede Wereldoorlog, is eigenlijk gelardeerd van Freudiaanse vergelijkingen, Freudiaanse termen en dergelijke. Dus het is toch heel interessant, vind ik, om te kijken wat deze zeer belangrijk psycholoog nu eigenlijk allemaal gezegd heeft. En ik wil daar een hele kleine bijdrage aan leveren vanavond. Want het is, ik zal focussen op wat hij over vrouwen en vrouwelijke seksualiteit en vrouwelijkheid heeft gezegd. Want je kan niet in een lezing van pak hem weg, 3 kwartier zijn hele werk bespreken. Dus vandaar deze focus. Wie was Freud? Zijn leven in een notendop. Hij is geboren in Freiburg, in het Habsburgse Rijk toen. Nu is het Tsjechië. Zijn ouders waren Galicische Joden.
Hij ging medicijnen studeren en haalde zijn doktersgraad in aan de Universiteit van Wenen. Startte ook daar zijn medische loopbaan in het Weense Algemene Ziekenhuis. Hij was met name fysioloog, neuroloog en hij interesseerde zich dus voor het zenuwstelsel. En hij werkte onder andere in het laboratorium voor hersenanatomie en hij probeerde neurologische verklaringen te geven voor afwijkend gedrag, zou je kunnen zeggen. In zijn promotie, of na zijn promotie ging over het effect van cocaïne op hersenfuncties en functioneren. En hij ging, na zijn promotie werd hij aangesteld als docent neuropathologie, zoals dat toen heette. En hij ging zich langzamerhand gedurende zijn loopbaan steeds meer interesseren voor de psychische kanten van het afwijkend gedrag. Hij is daarvoor in Parijs geweest bij Charcot. Dat was in der tijd een beroemde neuroloog. Hij heeft met andere neurologen en psychiaters gewerkt en hij heeft op een gegeven moment in 1902 was dat zijn eigen klinische praktijk opgezet in Wenen. En dat is de psychoanalyse geworden zoals wij dat hebben leren kennen. Vanwege de opkomst van de nazi's is hij gevlucht naar het Verenigd Koninkrijk en daar is hij overleden, ook in 1939. Dus vlak na de aanvang eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat even in een notendop. Wat belangrijk is, en ik ga proberen om zijn psychoanalyse te begrijpen in de context van de tijd waarin hij leefde. Dus met name ook de fenomenen als hysterie, maar ook zijn theorieën over vrouwelijke en mannelijke seksualiteit. Over libido en hoe dat inderdaad in het onbewuste te werk ging. Hoe dat daar aan het borrelen was en probeerde het leven te overheersen. Daar ga ik me op concentreren. Maar ik ga ook iets zeggen over de reacties op Freud, op zijn theorieën vanuit feministische hoek. En tot slot aan het eind zal ik iets zeggen over wat Freud nou betekent voor de hedendaagse psychologie. En hoe je daar naar kan kijken. Dus laat ik beginnen met Wenen. Wenen aan het eind van de vorige eeuw, dus rond 1900. Dat was een gouden tijd, zou je kunnen zeggen. Het is een wereldstad, de hoofdstad van het Habsburgse Rijk. Er is heel veel aandacht voor theater, literatuur, kunst, muziek. Er gebeurt van alles. En zowel in het theater en de literatuur, maar ook in de architectuur en in de schilderkunst zijn allerlei nieuwe stromingen. Het bruist daar van de energie, zou je kunnen zeggen, en van de nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd zien we ook hele grote maatschappelijke tegenstellingen. Dus er is een groeiende kloof tussen arm en rijk. Er is ook een groeiend antisemitisme en je ziet dus de tegenstellingen tussen het plaatje dat je hier ziet en de arme mensen in Wenen is gigantisch. Dus zowel de klassenkloof is aanwezig als ook de kloof tussen mannen en vrouwen. En de vraag die veel vrouwen zich in die tijd stellen is: hoe kan ik mijn vrouwelijkheid vormgeven? Dat is natuurlijk geen bewuste vraag, maar het is natuurlijk een vraag die alle mannen en vrouwen zich stellen op een gegeven moment. En dat is in dit geval, in deze tijd, is dat de vraag: hoe word ik een door iedereen gerespecteerde vrouw? Dat is de vraag die in de bourgeoisie-laag van groot belang is, omdat daar de kuisheid, de seksuele moraal, het fatsoen, dat is heel erg belangrijk in die kringen. En de manier waarop een vrouw haar seksualiteit vormgeeft, is de,
is een cruciale vraag die, die in al die kringen wordt gesteld en die ook waarover de discussie wordt gevoerd. Tegelijkertijd is in de armere kringen van de arbeidersklasse zie je dat vrouwen gericht zijn op overleven. Zij moeten rond zien te komen, zij moeten ook omgaan met al het geweld om zich heen. Zij moeten ook omgaan met seksualiteit, omdat daar verkrachting, verleiding en dergelijke aan de orde van de dag is. Dus er is heel veel armoede. Er wordt van alles gedaan om ervoor te zorgen dat dat inderdaad er overleefd kan worden. En heel veel gezinnen die wonen gewoon op één kamer met al hun kinderen. Dus die dubbele moraal, je ziet dat ook heel erg terug in allerlei kunst, je ziet dat terug in allerlei boeken. Die gaat echt over het feit dat vrouwen een tweederangs positie hebben. Die zijn in feite, zijn ze actief in heel veel bordelen die daar ook in hele grote overvloed zijn. De chambres séparées worden die genoemd, waar vrouwen worden verleid door mannen, meegenomen door mannen en die daar dan ook voor betaald worden natuurlijk. En die prostituees, die zijn in feite dus natuurlijk gehouden, worden ze door de bordeelhoudsters. En je hebt daar allerlei lagen in, allerlei standen. Dus de chambres séparées, dat zijn de chique hoeren als het ware. De bordeelhoudsters zijn degene die dat weer ondersteunen. En op het niveau van de straat heb je de streepmeisjes, zoals dat wordt genoemd, die achter bepaalde strepen staan. En die worden overgeleverd, die zijn overgeleverd aan de mannelijke klanten. En wat, wat in de arbeidersgezinnen gebeurt, is dat de meisjes de straat op worden gestuurd om zich aan te bieden aan mannen, om op die manier geld te verdienen. De jongens daarentegen, die worden de straat opgestuurd of naar het bordeel gestuurd omdat ze moeten oefenen. Zij moeten oefenen om hun seksualiteit in bedwang te houden. Ze moeten oefenen met meisjes met wie ze uiteindelijk niet gaan trouwen. Maar hoe dat, nou, ze moeten seksuele ervaringen als het ware opdoen. En die vaders, wat dan vaak gebeurt, die nemen dus die dienstmeisjes aan om ervoor te zorgen dat hun zoons ervaring op kunnen doen. Dus er is aan de ene kant zijn er allemaal gesprekken over kuisheid en fatsoen en moraal. Aan de andere kant zie je dus dat er op allerlei manieren wordt geprobeerd om die seksualiteit op de een of andere manier, op verschillende manieren voor de rijke meisjes en de arme meisjes, omdat om daar ervaring in op te doen en om daar ook geld mee te verdienen. Die vrouwelijke seksualiteit die werd ontkend als iets wat zelfstandige lust zou kunnen opbrengen, maar dat werd echt in dienst gesteld van geld verdienen dan wel van verdringen. Ik zeg nu nog niks over Freud. En dit gaat over de cultuur van Wenen aan het eind van de vorige eeuw. In het begin, en ik denk, dit is wel belangrijk als een context, omdat de patiënten die Freud op een gegeven moment zag, dat waren patiënten die allemaal iets hadden met hun seksualiteit, met hun seksuele ontwikkeling. En die hadden, althans dat was de verklaring van Freud natuurlijk, maar er werd heel veel gesproken, zowel door artsen als door opvoeders, als in de plaatselijke pers, over de manier waarop mensen om moesten gaan met hun seksualiteit en hun seksuele ontwikkeling. Dus dat even in het achterhoofd. Nou, toen Freud zijn carrière begon, ik zei net al even, hij was met name geïnteresseerd in die neurologie, in het zenuwstelsel. Maar hij was ook erg geïnteresseerd in de psychische, of in de problemen van vrouwelijke patiënten.
En in het begin van zijn carrière, toen is hij op bezoek gegaan bij Charcot, die aan het hoofd stond van de Salpêtrière in Parijs, als het ziekenhuis. En die had geschreven over hysterie. En hysterie is in feite verwijst naar de baarmoeder. En het verwijst naar het idee dat die baarmoeder aan het wandelen slaat, dat die op hol slaat als het ware. En die allerlei onverklaarbare ziektes bij vrouwen veroorzaakt. Dus die Charcot die had een speciale afdeling van hysterici in zijn Salpêtrière. En daar werden deze vrouwen met name, maar ook mannen, behandeld door Charcot. En een van de manieren waarop waarop Charcot dat deed, was door hypnose. Hypnose, dat was de theorie van Charcot. Hypnose was een manier om ervoor te zorgen dat patiënten op een andere manier, met een ander niveau van hun bewustzijn in aanraking konden komen. Zodat ze hun symptomen konden onderdrukken. Het interessante was dat Charcot die dacht eigenlijk dat de ontvankelijkheid voor hypnose een kenmerk was van hysterie. Dus dat hysterici eigenlijk beter in staat waren om zich over te geven aan de hypnose. Dus dat was ook een manier om hen te behandelen, maar het was ook een manier om hen te herkennen als hysterici. Wat het kenmerk van die hysterische aanvallen was dat het niet somatisch verklaard kon worden. Dus ze hadden allerlei verlammingen of ze hadden blindheid of doofheid of konden niet spreken. Terwijl er lichamelijk eigenlijk niks aan de hand was. En dat was het probleem. Dat was het probleem waarvoor deze psychiaters avant la lettre voorstonden. Om ervoor te zorgen dat zij een verklaring konden vinden hiervoor. Charcot, hier zie je een vrij beroemde foto van Charcot met zijn leerlingen. Die zie je daar staan. En met de hysterische patiënten die je hier ziet, die hij onder hypnose heeft gebracht, waardoor ze een aanval krijgt. En op het moment dat hij de hypnose weer onderbreekt, dan staat ze weer op, dan is ze weer helemaal bij zinnen. Charcot die dacht aanvankelijk dat het een aandoening van het zenuwstelsel was, maar hij ging steeds meer geloven, net zoals Freud zelf, dat het eigenlijk een psychologische aandoening was, juist omdat het niet goed verklaarbaar was. Hier zie je een aantal foto's van, of tekeningen zijn het, van patiënten uit die Salpêtrière, uit de zaal voor de hysterici. En Freud die was heel erg onder de indruk van het werk van Charcot. Met name het idee dat je dus onder hypnose bepaalde aanvallen kon stimuleren dan wel kon afremmen en mensen dus in een andere bewustzijnsconditie kon brengen. Freud heeft ook het werk van Charcot hierover als eerste vertaald. In 1886 was dat. Die vertaling kwam zelfs voordat het boek van Charcot zelf was uitgegeven. Neue voorlezingen over die krankheiten des nervensysteems, insbesondere over hysterie. Nou, voor zover mijn Duits. Er was nog iemand anders belangrijk in de professionele ontwikkeling van Freud en dat was Josef Breuer. En Breuer is een arts in Wenen die op een gegeven moment heel beroemd is geworden vanwege zijn studie naar Anna O. Anna O. is denk ik een van de bekendste psychoanalytische patiënten.
Die leed aan verlamming van benen, verlies van spraak en zicht. En die symptomen die verdwenen op het moment dat zij had gesproken met Breuer. Dus ze praten met elkaar. En op dat moment waren die verlammingen die waren verdwenen. En zij, het was een hele intelligente vrouw, zij sprak hierover als een talking cure. Of, nou ja, dat zeg ik nu in het Engels, maar ze was Duits. Maar het was een praatkuur. En dat was de eerste, eigenlijk een andere aanwijzing dat het zou helpen voor bepaalde symptomen om daarover te praten met iemand. En niet praten in de zin van zoals we nu over dingen praten, maar proberen de diepte in te gaan met waar de oorzaken van die problemen zouden kunnen zitten. En Breuer noemde dat op een gegeven moment ook catharsis. Nou, dat is een woord wat we nu ook wel kennen natuurlijk. Zij noemde het overigens ook chimney sweeping. De schoorsteen vegen van al die narigheid en dat roet en die rook die in haar zat en die eruit moest komen. Nou, dat verhaal van Anna O, dat staat in dit boek. En er staan nog een aantal andere case studies in dit boek. Maar er is een gezamenlijke inleiding van zowel Breuer als Freud. En Freud die probeert in dit boek een soort algemene theorie over hysterie te beschrijven. En die theorie luidt eigenlijk dat elk trauma wat een mens heeft meegemaakt in zijn of haar jeugd, dat een psychisch trauma kan worden, omdat het gepaard gaat met allerlei emoties als schrik en angst en pijn en schaamte. En dat psychische trauma, dat herinneren mensen zich, volwassenen zich. En dat kan dan als een, zoals hij dat noemt, fremdkörper werkzaam zijn in iemands lichaam, waardoor er hysterische verschijnselen kunnen ontstaan. En nou, dat kan heel lang doorwerken en dat gaat dan een geheugenspoor trekken. En eigenlijk is dus de stelling van met name Freud dat hysterici lijden aan hun pijnlijke herinneringen. Nou, dat is een uitspraak waar je heden ten dagen nog wel verder mee kan komen, omdat het natuurlijk gaat over de ervaringen die volwassenen hebben gehad in hun kindertijd. Dus Freud probeert deze theorie verder uit te werken. En daarin zegt hij eigenlijk dat het is niet zomaar een psychisch trauma. Zo'n psychisch trauma heeft altijd te maken met seksualiteit. En daarin week hij ook af van wat Breuer vond. Want het gaat hier, en daarom schetste ik die context van Wenen, het gaat over de preoccupatie met seksualiteit. En volgens Freud is elke neurose, en hysterie is een vorm van neurose, is eigenlijk een ziekte met psychische oorzaken. En die hebben allemaal iets te maken met de trauma's die mensen hebben opgedaan. Nou, ik hoef hier verder niet in te gaan op al die soorten neurose. Die hebben allemaal hun eigen kenmerken. Maar wat hij in feite zegt is, elke neurose heeft zijn oorsprong in een ontspoorde seksuele ontwikkeling van het kind. Dat is van belang. Freud heeft in de loop der tijd verschillende theorieën, of hij heeft een theorie over seksualiteit ontwikkeld die steeds veranderingen heeft ondergaan. In 1905 heeft hij een boek geschreven over de seksuaaltheorie. Maar in 1925 heeft hij ook een essay geschreven over het verschil tussen mannen en vrouwen. 1931 over vrouwelijke seksualiteit, 1933. Dus hij heeft steeds zijn theorie daarover ook een beetje veranderd.
daar kom ik straks nog wel op terug. En hij zegt daar, de libido is de basis van alle driften. En in feite is dat een beetje vergelijkbaar met wat wij nu heden ten dagen energie zouden noemen. Dus de energie van een mens, dat is activiteitenniveau, dat is wat hij de driften noemde. En die seksuele ontwikkeling, die betekent dat jongens en meisjes, die zijn in het begin, als ze geboren worden, zijn ze biseksueel. Hij zegt zelfs, ieder mens is een beetje hermafrodiet, heeft wat mannelijke en vrouwelijke kenmerken. En in feite is het verschil tussen normale, abnormale, perverse, neurotische seksualiteit is niet zo groot als wij denken. Dus die overgang, er zitten allemaal grijze gebieden tussen. Dus dat betekent dat eigenlijk heel weinig liefdeslevens, sekslevens normaal zijn. Er zitten altijd perversieën tussen mensen. En ik moet zeggen, voor Freud was alles wat niet gericht was op de reproductie, was een afwijking, een perversie, of hoe je dat ook maar noemen wilde. Dat was gewoon toen de definitie van normale volwassen seksualiteit is gericht op de reproductie. Maar voordat je zo ver komt, moet je echt heel veel stadia af, moet je heel veel hobbels nemen. En daar gaat normaal gesproken heel veel mis. Dus daarom is alles wat afwijkt ook weer normaal geworden. Die driftenleer, dat is natuurlijk van groot belang, omdat die driften ook bepalend zijn voor het psychisch leven van mensen. Dus die libido, dat is als het ware de basis, de levensdrift. En die driften, die richten zich op objecten in de buitenwereld. En die objecten, die verschillen steeds afhankelijk van de ontwikkeling van het kind. Dus het doel is altijd het verkrijgen van lust. En dat begint bij de moederborst en dat gaat via de anus, de phallus, de verschillende seksuele stadia. Eindigt het bij de genitale fase, waar het gaat om de seksualiteit gericht op de reproductie. Dus die seksuele lusten, die vroeg kinderlijke seksuele lusten, die moeten verdrongen worden. Want dat is pervers, dat is kinderlijk, dat staat uiteindelijk niet in dienst van de reproductie. Dus pas als het zover is, hebben we het juiste stadium bereikt. En al die driften, die zou je dierlijk kunnen noemen of kinderlijk, en die bevinden zich in dat onbewuste. Want in het begin is er alleen maar een onbewuste. Dat is het punt. En op een gegeven moment leren kinderen dat ze zich moeten beheersen. Dat ze zich moeten richten op personen in de buitenwereld in plaats van hun ouders. Dus dan ontstaat er iets anders dan alleen maar dat S. Dus het ego is het systeem, zou je kunnen zeggen, waardoor er sprake is van regulatie. Van de regulatie van dat soort driften. En het superego is het geweten, is weer een onderdeel van het ego. Dus wat er in die kinderlijke periode gebeurt, zou je kunnen zeggen, en dat is wat Freud ook zegt, dat is de recapitulatietheorie. Het hele idee dat kinderen dit moeten doormaken is in feite het idee dat elk kind de ontwikkeling van de soort doormaakt en dus diezelfde dierlijke seksualiteit moet onderdrukken. En dit is ook zo'n beroemd plaatje wat Freud altijd heeft beweerd. Die wet van Haeckel, de recapitulatietheorie, betekent in feite dat één individu of één organisme die hele evolutionaire ontwikkeling moet doormaken. Nou, daar gaat natuurlijk wel eens wat mis. En voor vrouwen, en zeker in die tijd,
was het idee dat daar meer misgaat dan bij mannen. Onder andere vanwege de dubbele moraal, maar ook vanwege een aantal andere zaken. Nou, daar kom ik nu op terug. Dus jongens en meisjes die maken een verschillende ontwikkeling door. Dat is de essentie van de psychoanalytische theorie over seksualiteit en over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dus jongens en meisjes hebben alle twee liefde voor hun moeder. Dat is die orale fase. En komen alle twee op een gegeven moment tot de ontdekking dat zij anders zijn dan... jongetjes zijn anders dan meisjes, meisjes anders dan jongens. Daar komen ze achter. Voor meisjes betekent dat er sprake is van penisnijd. Want zij willen heel graag een penis hebben. Voor jongetjes castratieangst. En die twee fenomenen die dus in feite gebaseerd zijn op het anatomisch verschil tussen jongens en meisjes. Maar die psychische consequenties hebben. Namelijk een krenking voor meisjes en jaloezie. Een krenking en jaloezie voor meisjes en angst voor jongens, dat leidt tot verschillende ontwikkelingen. Bij jongens leidt het tot een versterking van het ego, want zij moeten ervoor zorgen dat ze zich gaan identificeren met de vader en dus richten op een extern object, namelijk die vader. En meisjes die hebben het moeilijker in de theorie van Freud, omdat zij zowel hun mannelijke seksualiteit moeten onderdrukken, dus die clitorale seksualiteit, maar ze moeten ook wisselen van erotisch orgaan, zoals hij dat noemt. Dus meisjes komen daardoor meer in de problemen dan jongens. Dus in feite zegt Freud dat het wordt vaak het anatomisch noodlot genoemd. Hè? Dus omdat dat verschil er is tussen meisjes en jongens, dat leidt tot verschillende ontwikkelingen van een persoonlijkheid, zou je kunnen zeggen. Dus het Oedipuscomplex wordt bij jongens vernietigd, omdat ze bang zijn gecastreerd te worden en daarom zich identificeren met hun vader. Maar ook omdat zij hun energie kunnen sublimeren. En sublimeren betekent in feite dat je het gebruikt voor andere dingen dan het bevredigen van lusten. Voor meisjes wordt dat Oedipuscomplex verdrongen en die hebben dus daardoor meer kans om zich niet tot een normale vrouw te ontwikkelen. Dus dit is denk ik een bekend plaatje, dat het grootste deel van het psychisch leven bestaat uit het id, het onbewuste. En dat onbewuste is in feite de borrelende driften die in iedereen aanwezig zijn en die door de cultuur en door de normen en waarden onderdrukt moeten worden. En dat kan je op verschillende manieren doen, maar het sublimeren van die energie, dus het omzetten van die energie in iets intellectueels, is een betere manier om je driften te onderdrukken dan om alleen maar te onderdrukken en zonder dat er iets voor in de plaats komt. Nou, er waren vrouwelijke psychoanalytici, ik wil daar nu niet verder heel veel tijd aan besteden. Maar sommige vrouwelijke psychoanalytici die volgden Freud heel erg en zeiden eigenlijk vooral, we moeten die psychoanalytische theorie een beetje aanpassen, want het klopt niet helemaal, maar die volgden wel Freuds basale ideeën. Terwijl andere vrouwelijke psychoanalytici veel meer de sociale kant uitgingen. Nogmaals, ik ga daar nu niet zo ver op in. Dan zie je dat de psychoanalyse, het wordt een hele beweging met psycho in alle Europese landen, maar ook in Amerika zie je de ontwikkeling van die psychoanalyse steeds verder gaan. Freud overlijdt in 1940, zoals ik al eerder zei. En
op dat moment is de psychoanalyse wel al een beweging geworden. Dus je hebt overal psychoanalytici, er wordt geleerd, er wordt de psychoanalytische therapie wordt ontwikkeld. En het raakt ook steeds meer verspreid. Dus er wordt veel over gesproken. Er worden boeken aangeweid. Het is een fenomeen geworden. Dat betekent natuurlijk ook dat er kritiek komt. En met name in de jaren 60, tweede feministische golf. Daar zijn vrouwen toch niet geheel te spreken over Freud. Dus je ziet hier, bijvoorbeeld in Nederland heb je Joke Kool-Smit, de eerste bekende feministe die het essay heeft geschreven, Het onbehagen bij de vrouw. En die Freud enorm kritiseert op het feit dat hij de terugkeer van vrouwen bepleit achter het aanrecht. En omdat vrouwen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van hun kinderen, moeten ze meer gaan moederen. Maar ook als het gaat om het recht op abortus. Omdat in feite de psychoanalyse zou zeggen, vrouwen die zwanger raken, die willen heel graag een kind. Ook al zeggen ze dat ze het niet willen, ze willen dat onbewust toch wel. Dus dat was een andere reden om tegen Freud te zijn. Nou, je ziet met name ook in Amerika en Frankrijk verschillende boeken verschijnen. Le Deuxième Sexe, maar ook de Feminine Mystique en Sexual Politics. Dat zijn allemaal boeken van feministen die in feite zeggen, Freud die geeft een rechtvaardiging van machtsverschillen. Van machtsverschillen tussen de seksen. En dus is het een ideologische steun van het patriarchaat, wat zegt dat vrouwen onderdrukt moeten worden binnen het huwelijk. En er wordt ontkend door Freud dat vrouwen zelf eigen lusten hebben en een actieve vrouwelijke seksualiteit. Dat is de voornaamste kritiek. Maar in 1974 verschijnt dit boek van Juliet Mitchell, een Amerikaanse schrijfster. En zij zegt, psychoanalyse is geen aanbeveling of rechtvaardiging van een patriarchale samenleving, maar een analyse daarvan. Dus je moet Freud niet zien als iemand die zegt wat de norm zou moeten zijn of hoe vrouwen zich moeten aanpassen, maar wat er gebeurt, de manier waarop dat gebeurt. En dat is denk ik een nieuw begin tussen de psychoanalyse en het feminisme, omdat zij zegt, het gaat erom op welke manier het onbewuste tot stand komt. Iedereen is erover eens dat er een onbewuste is en dat we niet alles wat we denken en zeggen, dat we ons dat allemaal precies herinneren. En dat onbewuste, dat kan wel eens verschillend zijn voor mannen en vrouwen. En dat kan wel eens verschillende betekenissen hebben voor mannen en vrouwen. Een ander aspect is dat deze feministische psychoanalytica het heeft over de betekenis van seksualiteit en hoe dat tot stand komt. En ook hier dat Freud revolutionair was in het feit dat hij het onderscheid tussen wat normaal en niet normaal is, dat hij dat heel erg benadrukte. Wat ook iets anders is dan zeggen dat abnormaal bestreden moet worden alleen. Een laatste punt wat zij heel erg benadrukte is dat er geen eenduidige relatie is tussen seksualiteit, maar ook tussen seksen, biologische seksen en gender als sociaal-maatschappelijke betekenis van mannelijkheid en vrouwelijkheid. En nou, je zou kunnen zeggen, we hebben het net heel erg gehad over het anatomisch noodlot en de betekenis van het verschil tussen wel of niet een penis hebben. Maar bij Freud ging het natuurlijk toch veel meer om de verwerking van dat verschil en de betekenis van dat verschil. En als het een samenleving was geweest
waarin het verschil tussen het biologische verschil tussen de seksen niet belangrijk was geweest, dan was dat misschien ook niet op die manier in het onbewuste gekomen of verdrongen of wat dan ook. Dat is de essentie van die psychoanalytische, van die nieuwe psychoanalytische feministische beweging. Nou, dat zie je ook in de Franse psychoanalyse. Daar heb je Lacan. En de feministische psychoanalytici die daar heel belangrijk zijn geweest. En daar is de essentie eigenlijk dat het gaat om de symbolische orde. Om de manier waarop je wordt ingevoerd in de taal, in het systeem. En dat is bij Lacan heel veel belangrijker dan de biologie en de seksualiteit. Dus het gaat echt over de symboliek van de patriarchale samenleving. Dan hebben we nog iemand, en dat is Nancy Chodorov, die in 1978 een boek heeft geschreven, The Reproduction of Mothering, Psychoanalysis and the Sociology of Gender. En dat gaat, en die probeert via een iets andere interpretatie van de psychoanalyse iets te zeggen over de essentie van vrouwelijkheid. En zij zegt, het gaat niet om seksualiteit, maar het gaat om moederen. Waarom worden vrouwen altijd moeders? Waarom spelen vrouwen zo'n belangrijke rol in het opvoeden en in het moederschap veel meer dan vaders in het vaderschap? En zij zegt in feite dat je kan dat niet verklaren via socialisatietheorie van wie geïmiteerd wordt of socialeren theorie. Het gaat dieper en het heeft volgens haar te maken met de asymmetrische gezinsstructuur. Waarin vaders, dus dat gaat dan om de traditionele gezinnen waarin vaders werken en afwezig zijn en moeders altijd aanwezig zijn. En via de objectrelationele school, want zij is van de objectrelationele school, waarbij het niet zozeer gaat om de natuurlijke ontwikkeling van die seksualiteit en die seksuele zones, maar veel meer om de manier waarop kinderen leren om relaties aan te gaan met de buitenwereld. Dus dat begint met de relaties met de moeder, relaties met de vader, broertjes en zusjes. En in feite zijn die objectrelaties, want objecten zijn figuren in de buitenwereld, zijn die objectrelaties een neerslag van de ervaringen van de belangrijkste figuren van het kind uit hun jeugd. En die kinderen moeten dus leren om de vroege ervaringen die ze hebben met die vader en moeder en broertjes en zusjes, om die om te zetten in relaties met objecten uit de buitenwereld. En als je dan, nou ja, dit is misschien een lang verhaal, maar het belangrijkste, de essentie van hoe zij zegt dat meisjes zich ontwikkelen, is dat meisjes altijd een intieme band met hun moeder hebben. Omdat zij ook hetzelfde zijn als hun moeder. En die band die blijft altijd bestaan. Dus dat heet dan de pre-oedipale band met de moeder. En die vaders die komen voor meisjes pas veel later in beeld. Want die zijn er niet, die hebben wel een rol, maar die komen pas veel later in beeld. Dus die band tussen meisjes en moeder blijft altijd bestaan. Wordt niet vernietigd of wat dan ook. En het enige wat die meisjes moeten leren is om op een gegeven moment zich te richten op mannen in de buitenwereld. We hebben het hier natuurlijk overigens altijd over heteroseksuele ontwikkelingen. Dat even terzijde. Dus voor meisjes is die asymmetrische gezinsstructuur niet zo problematisch. Omdat ze gewoon die band met iemand ontwikkelen. En dat geeft hen een soort basis voor de verdere ontwikkeling. Voor jongens is het anders. Dus zij beseffen ook dat ze anders zijn. Dat hoeft niet per se met wel of niet een penis te maken hebben. Maar ze zijn anders. En zij moeten eigenlijk zich identificeren met hun vader. En die vader
is een afwezige figuur. Dus die identificatie die gaat heel erg via de rol van de vader. Dus zij identificeren zich meer met een rol dan met een persoon. En daardoor hebben zij ook meer moeite om, een persoonlijke identificatiefiguur te hebben. En dat leidt ertoe uiteindelijk, na veel stappen, dat mannen ook meer moeite hebben met intimiteit. Omdat ze die eigenlijk nooit hebben ervaren. Meisjes daarentegen hebben dat wel. Dus de verschillende persoonlijkheden van... verschillende persoonlijkheden van jongens en meisjes, mannen en vrouwen, heeft iets te maken met die vroege ontwikkeling en relatie tot vaders en moeders. En nogmaals, dit gaat natuurlijk over het stereotype gezin, met de vader die buitenshuis is, de moeder die binnenshuis is. En op het moment dat dat anders loopt, dan krijg je natuurlijk andere manieren waarop die objectrelaties zich ontwikkelen. Dus de grote vraag die ik nu wil stellen, of de grote vraag. Dus de vraag is wel een beetje, wat hebben we nu precies aan Freud? Hoe kunnen we Freud als het ware evalueren in de context van wat we nu weten? Om er meteen maar erin te gooien, we hebben eigenlijk heel weinig bewijs voor Freud's ideeën. Of het nu gaat om de driften, de rol van seksualiteit, de ontwikkeling van mannelijkheid, vrouwelijkheid, droomduiding, therapieën. Er is heel weinig bewijs. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om iets te bewijzen in de psychoanalytische traditie. Omdat je heel veel dingen die je niet vindt ook op een andere manier kan interpreteren. Dus een falsificatie van Freudiaanse hypothese is best lastig. Maar in de psychologie kan je zeggen dat hij gewoon niet meer serieus wordt genomen. Hij is afgedaan. Ik denk dat het alleen in het geschiedenisgedeelte van de tekstboeken van de psychologie komt hij nog terug. Maar verder eigenlijk niet meer. Maar dat is best wel gek eigenlijk, vind ik. Want hij was natuurlijk wel een van de grootste en beroemdste psychologen. En we weten dat lang niet alles klopt, maar hij heeft natuurlijk toch heel veel impact gehad. Dus de vraag is ook een beetje, hoe komt dat dan dat hij zoveel invloed heeft gehad, terwijl er eigenlijk helemaal niks van klopt, om het even heel grof te zeggen. Nou, ik denk zelf dat veel van zijn ideeën zijn wel intuïtief. En die sluiten dus voor een deel ook aan bij de ervaring die mensen hebben. Het hele idee van het onbewuste. We weten natuurlijk dat mensen allerlei ervaringen hebben die neerslaan in hoe ze zich nu gedragen. Dus dat hele idee dat er een onbewuste is, dat we ook dingen verdringen die daar zijn geweest, dat er soms op een bepaalde manier uitkomt, dat klopt natuurlijk wel. Ook dat we niet altijd controle hebben over onze gedachten en gevoelens. We noemen dat nu anders, we hebben het over zelfregulatie en emotieregulatie, maar daar zit natuurlijk ook wel een kern van waarheid in. Ook die relatie tussen lichaam en geest. Ik denk dat dat wel iets is wat hij echt benadrukt. Het feit dat wij lichamelijke energie hebben of libido. Maar dat dat niet alles is. Dat we daar iets mee doen. En dat dat onze psychisch leven op een gegeven moment gaat bepalen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En dat soms dat we door stress lichamelijke klachten kunnen krijgen. Sommigen wel, sommigen niet. Maar ook dat er lichamelijke klachten zijn waar geen verklaring voor is. Dat zijn allemaal aanwijzingen die duiden op de complexiteit van ons psychisch leven. Waar Freud natuurlijk over schreef. En dan kan je zeggen van ja, complexiteit, dat is wel heel makkelijk. Maar hij geeft natuurlijk wel een aantal ideeën over hoe zoiets zou kunnen zijn. En tot slot
de rol van die ouderlijke relaties in de ontwikkeling van een persoonlijkheid is uitermate belangrijk. Dat je niet kan zeggen van nou, als je vader zo is, dan word jij zo. Of als je moeder en je vader zo zijn, dan word jij zo. Het is natuurlijk behoorlijk ingewikkeld hoe zo'n persoonlijkheid zich vormt. En natuurlijk zijn er ook allerlei genetische factoren, daar weten we tegenwoordig ook veel meer van. Maar dat het belangrijk is, staat buiten kijf. Nou, dan tot slot over wat hij nou over vrouwen heeft gezegd. Er is geen bewijs voor die seksuele fase. Er is ook geen bewijs voor het idee van een Oedipuscomplex, castratiecomplex, penis. Ik denk dat dat concepten zijn waar we, dat zou ik tenminste zeggen, waar we niet zoveel meer mee kunnen in deze tijd. Ik denk dat er nu andere problemen spelen, maar dat zijn ideeën over deze zaken wel ook te maken hadden met de tijd waarin hij die theorie ontwikkelde. Nu hebben we een andere tijd. Nu is er veel meer onzekerheid bijvoorbeeld. Er zijn andere problemen waar jongvolwassenen mee zitten. Die nu weer passen in deze tijd. En waar je de psychoanalyse misschien op een andere manier op los zou kunnen laten. Het idee dat het psychische een reflectie is van vroegere ervaringen, ik denk dat dat kan blijven, dat dat idee overeind blijft. En ik denk dat Freud, dat is mijn laatste evaluatieve zin, ik denk dat Freud echt op zoek was naar een verklaring voor de fenomenen die hij zag. En dat hij dat probeerde zo goed mogelijk te doen. En ik denk dat hij daarbij ook best vernieuwend was, in de zin dat hij niet één keer een theorie beschreef en daarna dacht het is klaar, maar dat hij eraan bleef sleutelen. En dat hij dus twijfel had over zijn eigen inzichten. Ik denk dat dat een heel goed kenmerk is voor een wetenschapper, om te twijfelen aan je eigen theorieën en inzichten en om die steeds bij te werken waar nodig. Dus ik denk dat Freud nog steeds interessant is, ook als voorbeeld in de opzichten die ik net noemde, voor huidige wetenschappers, ook al is misschien niet alles wat hij heeft gezegd waar. Nou, dat wilde ik jullie vertellen. Dankjewel, Agneta. Fijn dat we toch nog iets aan Freud hebben, vind ik dan zelf. Op de een of andere manier dacht ik zelf, we blijven een beetje bij dat eerste punt van er is geen bewijs. Dus eigenlijk kunnen we Freud in de prullenmand doen en al zijn ideeën. Maar ik vind het een mooie inzicht, dit. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. En misschien hebben jullie nog wel een vraag aan de Agneta over Freud. Want ja, in 3 kwartier kun je ook niet alles vertellen immers. En dan kom ik even naar je toe voor de livestream. Ja, ik heb je gezien. Ik zag deze vinger eerst. Frits Boer, voormalig psychoanalyticus. Grappig is dat altijd die vraag geldt, heeft Freud gelijk gehad? Het zijn nog niet met Newton. Het was eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Einstein en Heisenberg hebben Newton natuurlijk voor een stuk gecorrigeerd. Maar het doet niets af van de natuurkunde van Newton als een belangrijke fase in de wetenschap. Als je ziet dat Freud doorgaat bij Bowlby met attachment, bij Stern met infant mental health, zie je dat de ontwikkeling blijft zoals in ieder goed vakgebied. Dus het is een aparte, goed verhaal voor jou. Maar het is eigenlijk altijd de vraag, heeft Freud gelijk? Is natuurlijk heel raar eigenlijk. Ja. Als je praat over een wetenschapper van vroeger. Ja. Vind je dat ook raar? Nee, maar dat is ook waar. Maar je zou kunnen kijken van klopt dat nou? Hebben we iets gevonden wat duidt op de uitgebreide beschrijvingen die hij heeft gedaan over bijvoorbeeld die seksuele fase? Daarom heb ik die vraag gesteld. Maar verder ben ik het ermee eens. Je gaat door op de fundamenten van wat hij heeft geschreven. Ja. Ja. We hebben nog een vraag. Dankjewel. Mijn vraag ging over het
onderbewuste. En het idee dat dat wel eens iets waar hij in grote lijnen gelijk in had. Kun je een beeld schetsen, voor zover je dat weet, hoe er daarvoor over het onderbewuste gedacht werd? Was het dan echt zo dat tienduizenden jaren van menselijke omgang met elkaar iedereen gewoon dacht, nou, mensen doen eigenlijk alleen maar wat ze gewoon precies kunnen verwoorden? Of was daar, ja, wat... Maar er was geen wetenschap daarover. Dus dat is het, denk ik meer. Freud was de, nou ja, een van de eerste die vrij uitgebreid beschreef hoe het psychisch leven eruit zou kunnen zien. En er waren, ik bedoel, die daarmee ook een groot publiek bereikten. Dus daarvoor dachten mensen dat misschien ook wel. Maar er werd niet over geschreven op zo'n manier. Vooruit. Oh ja, ik ga daar niet over, dus de moderator. Ja, we hebben nog een microfoon. Wacht even hoor, wacht even meneer. Ja, daar komt de microfoon. Ik ben medisch historicus, onder andere ook filosoof. Het is niet helemaal correct wat hier gezegd wordt. Zolang mensen over zichzelf nadenken en schrijven, en dat doen ze al, zolang als we weten, waren dat natuurlijk niet wetenschap in de zin zoals wij die nu beschouwen, maar dat was wel termen als droom, slaap. Mensen hebben altijd heel goed geweten dat er een domein is waar ze geen toegang op hebben. Dus kennis die ze niet hebben of zaken die ze niet weten of althans niet bewust weten. Er komen natuurlijk een aantal hele moeilijke termen aan, onder andere het verschil. Wat is onderbewust of wat is onbewust? Dat zijn dus hele lastige termen en dan komt nog eens bij dat we bij zaken als het bewuste of het onbewuste überhaupt niet moeten denken aan iets als een orgaan. Nee. Wil jij daar nog op reageren, ja, Agneta? Nee, maar dat klopt. Het is zeker met de tegenwoordige al het onderzoek naar de hersenen. Je kan niet zeggen, daar zit het onbewuste en hier zit het bewuste. Het is allemaal, het is een systeem. Dus wij, in die zin klopt het ook niet. Maar het is wel zo natuurlijk dat je veel... Je hebt ook gelijk natuurlijk, er zal heel veel langer over nagedacht zijn of over geschreven zijn. Ik bedoel dat het puur in de formele zin van het woord als het gaat om wetenschap. En wetenschappers zijn er pas bij... Freud heeft het begrip als wetenschappelijk begrip, heeft hij het geïntroduceerd. Zo bedoelde ik het, ja. Mooi, we hebben hier ook een vraag, daarom zit ik hier gezellig tussen jullie in. Dolf Koonstam. Ja, dat had ik al gezien. Allereerst mijn complimenten voor uw bijzonder interessante voordracht en speciaal de maatschappelijke inbedding waar u steeds erg op gericht bent, vanaf het begin tot het einde eigenlijk. Ja, ja. Dus, ik ken u sinds mijn jaren als decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen in Leiden. En u was toen een prominent lid van een opstandige groep studenten die vonden dat wij de zaak meer moesten democratiseren. Tot en met inspraak krijgen op het samenstellen van het curriculum en zelfs, als ik me goed herinner, samenstelling van de boeken die u zou moeten lezen. Ja. En nu is mijn vraag, wat doet u zelf als u studenten heeft die zeggen, wat moeten wij met die oude Freud? Dat is toch oude meuk, zou Joep zeggen. En zou het als keuzevak aanraden. Dus ik denk dat als mensen geïnteresseerd zijn, dat ze er ook meer van opsteken dan wanneer ze het moeten lezen en denken, wat moet ik ermee? Oh ja. Ik vind het wel goed als mensen daar iets van weten, studenten er iets van weten. Maar om nou echt een heel veel psychoanalyse te krijgen, dat moet je alleen doen als je het interessant vindt, denk ik. Maar wel, u vergeet één ding, want ik had ruzie met u. Onder andere over de invoering van het vak vrouwenstudies. Want u was daar
pertinent tegen. En ik was daar heel erg voor. Pardon, welk vak zei u? Vrouwenstudies. Oh ja, oh, ja. Daar moest geld naartoe. Ja. Ja, ja, ik vond dat het verplicht moest worden. Dat vond u echt onzin. Ja, nou, snap ik ook wel weer. Het is ook niet gelukt, geloof ik. Jawel. Ja. Ja, het is wel gelukt. Na mijn tijd misschien. Ja, misschien wel, dat weet ik niet meer. Maar het was altijd wel een hele leuke discussie die we hadden. Dus ik kijk daar met plezier naar terug. Nou, dat is leuk. Mooi dat jullie nog van elkaar leren op de dag, tot op de dag van vandaag. Ik heb vooraan ook een hand en dan kom ik bij u. U was eerst. Ja, ik vroeg me af hoe serieus moeten we nou nemen dat er geen bewijs is. Want Freud die praatte dus met die patiënten. En als er geen bewijs is, dan zou je toch zeggen van nou, hij had het dus eigenlijk nergens over. Of hij had het over dingen die gewoon pure verzinsels waren. Terwijl, zeg maar, in een aantal gevallen werkte dat en had het een zeker effect om met die patiënten te praten. En dacht hij van nou, dit en dat is wel gelukt en dat is niet gelukt in een, bij zijn patiënt, bij Dora of zoiets, of bij een ander patiënt. Dus hoe kijk je aan tegen. Ja, die is eigenlijk de talking cure, want dat is het. Het is een communicatieproces. En is dat dan ook onzinnig? Nou, er is natuurlijk, nou ja, zoals al eerder in de discussie werd gezegd, dit is heel moeilijk om te zeggen van, had hij nou gelijk of ongelijk? En dat tussenin, er zit heel veel tussenin. In al het onderzoek naar psychoanalyse, de effecten van psychoanalyse als therapie, is wel gebleken dat je nou jarenlange psychoanalyse nodig hebt om tot verbetering of tot verlichting van je psychische problemen te komen. En er zijn nu wel betere therapieën die sneller en efficiënter iets bewerkstelligen. Maar goed, als je iets te weten wil komen over je eigen psychisch leven, is het misschien wel een methode om te hanteren. Maar dus ik denk dat in de beschrijving van al zijn gevallen, dat daar misschien wel op dat moment een kern van waarheid in zat. De vraag is in hoeverre deze zaken gegeneraliseerd kunnen worden naar een meer algemene theorie over de menselijke ontwikkeling. Mooi. Het is eigenlijk, dank u wel voor een heel interessante lezing. Eigenlijk vervolgvraag op de vraag van de voor. Ik had begrepen dat Freud tijdens zijn tijd in Parijs in het moratorium van Parijs heeft gewerkt, waar hij dus zag verschrikkelijke fysieke en seksuele kinderen die dus misbruikt werden, zelfs tot de dood toe. En daar wordt dus onder andere door Jeffrey Mason gezegd dat daar heeft hij dus. Als hij daarmee door was gegaan, dan had hij veel meer effect kunnen hebben als therapeut, of tenminste zijn therapie. In de erkenning van dat er daadwerkelijk seksueel en fysieke, ik ben Engelstalig opgevoed, dus het wordt een beetje moeilijk, of tenminste dit deel. Ja, the theory of seduction, een heel aparte benaming. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, een van de vragen was, want veel van zijn patiënten die vertelden hem dat ze verleid waren door hun vader. En er was steeds de vraag eigenlijk of dat nou waar was, of dat een fantasie was. En hij heeft daar altijd volgens mij een beetje over getwijfeld. En soms gedacht, nee, dit is geen fantasie, het is gewoon daadwerkelijk gebeurd. En ik denk dat soort bewijs voor dat die kinderen wel degelijk iets aan is gedaan, dat voor hem wel een ondersteuning was van het idee dat er inderdaad daadwerkelijke verleiding had plaatsgevonden. Maar dat hoefde natuurlijk niet altijd het geval geweest te zijn. Ik weet niet wat er was gebeurd als hij, als hij daar was gebleven bij Charcot, of dat hij dat werk had doorgezet. Maar hij was duidelijk veel geïnteresseerder in het psychische dan het anatomische. Ja. Ik heb van een echte psychoanalyticus een vraag, volgens mij. Als ik me goed herinner.
Nou, ik vind Freud een beetje te kort gedaan eigenlijk in jouw lezing. Oh. Dus ja, hij is 150 jaar oud. Dus als je nu met wetenschappelijke blik naar hem kijkt, dan klopt er natuurlijk niks van. De grote gedachten van Freud, die zijn helemaal geïntegreerd. Hij heeft ze volkomen overbodig gemaakt. Het belang van het verleden. Ja, dat vinden we toch eigenlijk allemaal wel. Hè? Dat de kinderjaren toch eigenlijk heel bepalend zijn voor hoe het verder gaat in je leven. Het onbewuste. Dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken te zijn. Op dit moment kun je zelfs zeggen fake news. Er wordt een hele industrie van gemaakt. Praten, praattherapie noemde je net. We moeten praten over problemen. Dat zijn allemaal geïntegreerde gedachten. De meeste mensen die staan daarachter. En die zien dat helemaal niet meer als Freudiaans. Dus hij heeft zichzelf overbodig gemaakt. Dat zou ik... Zo kan je het ook interpreteren inderdaad. Maar ik heb wel aangegeven precies wat u zegt. Dat die elementen van Freud wel degelijk nog overeind staan. En inderdaad, het klopt hoor. Ik denk dat ook in de ontwikkeling van nieuwe inzichten, nieuwe psychologische therapieën en dergelijke, dat allemaal is meegenomen. En er werd al eerder Bowlby's attachment theorie genoemd. Dus daar zitten een heleboel van die elementen in. Maar er zijn ook toch heel veel psychologen en ook ontwikkelingspsychologen die daar volgens mij niet veel van moeten hebben. Dus daar zijn wel, de meningen zijn wel verdeeld hierover. Ja. Ja, ik wil vragen of er nou of voor de verschijnselen die Freud heeft proberen te verklaren, de precieze kwesties, of daar nou betere theorieën nu over bestaan die ook echt heel duidelijk door onderzoek bevestigd zijn. Ik vind het wel een goede vraag natuurlijk. Ik zit even... Er is wel veel werk over psychosomatische klachten bijvoorbeeld. En ik denk dat daar betere theorieën over ontwikkeld zijn. Ik denk ook dat er... theorieën zijn ontwikkeld op basis van Freudiaanse inzicht, zou je ook nog kunnen zeggen. Maar ik denk ook wel dat er betere therapieën zijn nu ontwikkeld op basis van allerlei, zowel werk in de cognitieve, in de meer cognitieve hoek, als ook werk dat gaat over de manier waarop op onze lichamelijke en psychische systemen op elkaar inwerken. Dus het hangt er een beetje vanaf over welk aspect het gaat. Want als het gaat bijvoorbeeld over de ontwikkeling van vrouwelijkheid of mannelijkheid, dan hebben we het natuurlijk over de ontwikkeling van seksidentiteit en de rol, samenwerking van biologische factoren en sociale, maatschappelijke factoren. Dan zit je met dat hele... daar is een fel debat over, zou je kunnen zeggen, heden ten dagen. En daar mogen we eigenlijk niets meer zeggen over de biologische aspecten van dit soort ontwikkelingen. Wat volgens mij onzin is. Daar zit wel degelijk natuurlijk ook een bepaald element in hoe je dat ontwikkelt. Dus het is een beetje een gecompliceerd antwoord geloof ik wat ik geef. Maar het hangt, hij heeft zoveel geschreven dat het hangt ook een beetje af van waar je op focust. Ja, het was ook best een brede vraag. Ja. Maar je zei in je praatje dat het best moeilijk was ook om dit soort denkbeelden wetenschappelijk te onderbouwen. Dat... Nou ja, die hele ontwikkeling, die hele vroegkinderlijke ontwikkeling, daar is heel moeilijk empirisch onderzoek naar te doen. Ja. Omdat er zoveel variatie is in gezinsconstellaties, in persoonlijkheden van vaders en moeders, in het rollen van vaders en moeders, de vriendjes en vriendinnetjes van het kind, noem maar op. Dus ik denk dat het ingewikkeld is. Ik weet wel dat die theorie van Nancy Chodorov, die heeft heel veel
aanhang gekregen onder feministische wetenschapsters. Maar daar hoor ik eigenlijk tegenwoordig ook nooit zoveel meer over. Ik vond dat altijd wel een goede theorie over hoe je verklaart waarom vrouwen inderdaad toch altijd meer gespitst zijn op dat moederschap. En los van die hele maatschappelijke context zit daar ook iets anders in mijn ogen. Daar is meneer... Zij was nieuw voor mij, dus ik vind het heel interessant. Sorry. Ja, daar. Je zat achter de paal voor mij. Ja, het is wel grappig dat... om te beginnen, er zijn ook dingen die kun je niet zo goed empirisch pakken en toch belangrijk. Bijvoorbeeld tegenoverdracht, een beetje aansluiting wat mijn buurman twee rijen voor me zegt, is natuurlijk een heel door iedereen gebruikt begrip in de therapeutische praktijk. Heel waardevol, maar dat kun je heel slecht met een SRT controleren. Dus er zijn ook gewoon begrippen die klinisch van belang zijn. En wat ik ook heel interessant vind, dat zul je ook wel herkennen, dat juist in de literatuurwetenschap en in de arts, dat daar de psychologie ontzettend op geld doet. Ja. Ja. Dus Koch kende ik een soort, dat heet dan een paradigma, of een discours, of een discours, dat die ken ik daar ontzettend aan, hoe zij hun vak doen. Dus dat kan ook nog, ik ben zelf gewezen analyticus en een theorie die niet staat is over de darmneurose, is geen anale fase fixatie, heeft met heel andere dingen te maken, zijn dus wel degelijk verworpen gedachten van Freud. Maar er zijn ook stukken die nu kennelijk in andere disciplines ontzettend belangrijk zijn. Ja, maar wij zijn natuurlijk wel ook gedeeltelijk gefascineerd door het feit dat wij allemaal niet zo rationeel zijn. En dat er heel veel meer speelt in een menselijk leven dan alleen maar de gedachten die wij op basis waarvan we rationele beslissingen kunnen nemen. Dus ja, en dat spreekt wel tot de verbeelding. En juist in de literatuurwetenschap of in de kunst is dat heel interessant natuurlijk. En de psychologie heeft zich veel meer ontwikkeld tot een empirische wetenschap waarbij je dingen moet kunnen bewijzen. En dat past hier niet zo in. Dus wie weet zijn we over 5 jaar weer bijeen om over Freud te praten. Dat zou zomaar kunnen. Laatste, ik wilde bijna afsluiten. Ja, jij hebt toch nog 1 vraag. Ga ik toch nog even naar jou toe en daarna sluiten we af, hoor. Maar dan echt. Ik heb een vraag over Freud en de huidige wetenschap. Ik schrijf een scriptie waarbij ik naar seksueel gedrag kijk. En daarbij gebruik ik om een beeld te schetsen daarvan een tekst uit 1975 die Freud als basis neemt. En daar voel ik me een beetje raar over, omdat omdat Freud, wat u zei, ook gewoon niet bewezen is en hedendaags gewoon een beetje ouderwets voelt. Dus ik vroeg me af, kan ik het verantwoorden om in de wetenschap een theorie te gebruiken die Freud als fundament neemt? Want het voelt gewoon raar om dat te doen. Ja, maar het gaat natuurlijk om je argumentatie. Waarom gebruik je Freud, welke elementen van Freud gebruik je? En als jij dat goed kan beargumenteren, niet per se bewijzen, maar beargumenteren, dan lijkt het mij heel erg nuttig. En zeker mag een docent niet bij voorbaat zeggen dat je Freud niet mag gebruiken. Hè? Dat is heel onwetenschappelijk, lijkt me. Nou, dat was echt een hele belangrijke vraag. Wie weet, kom jij hier nog jouw masterstudie presenteren? Wie weet, ik ben benieuwd. Ik wil jou heel erg bedanken, Agneta, voor deze geweldige talk en het beantwoorden van alle vragen en de discussie die een beetje ontstond. Dus ja, wat mij betreft mogen de handen nog eventjes op elkaar. Ja, een applaus. En... Ja, en ik vind het ook altijd leuk om dan het publiek niet helemaal met lege handen weg te sturen. Soms is er een spreker die een boek heeft geschreven. Dat is wel het geval, maar die is niet heel recent uitgekomen. Dus we kunnen geen handtekening. Maar wat ik dan wel leuk vind, komt er nog een aflevering met grote denkers? Weet jij dat zo? Of heb jij een soort van vervolgbijeenkomst waar we beslist naartoe moeten gaan? Een grote reeks, een langere reeks, maar ik weet even niet wanneer de volgende is. Nee. Ik kon het ook even niet vinden op Spui 25. Maar Nooit is er niks meer. Nee, dit was de 4e volgens mij. En in het archief op de website kun je ook terugkijken naar de vorige.
Ja, dus er zijn meer, zoals Skinner heb ik langs zien komen, als een van de grote denkers. En nog een paar, maar nou, gewoon geen opvolging. Nou, laten we zeggen tot ziens en blijf even hangen voor een gezellige borrel om het nog langer over Freud te hebben. Dank jullie wel.